via Cultura Weekend Magazine. Sinterklaas kwam afgelopen week langs bij Via Cultura. Hij gaf ons aan dat hij onze muur nogal saai vond zonder al die tekeningen. Dus hij heeft een Piet gestuurd die ons heeft verteld dat wij tekeningen moeten inzamelen van de knutselpietjes binnen Dordrecht. Deze tekeningen. Dus, ben jij een echte knutselpiet? En zie jij het voor om deze mooie tekening in te sturen en daarmee cadeautjes te winnen? Dan kan je hem opsturen naar Spuiboulevard 220 84401@glr.nl. En je kan hem vinden op onze Instagram, Facebook en op via 078.nl. Wouter, jij hebt hier zojuist plaatsgenomen. Ja, goedemorgen. En jij brengt kinderen bij over de Sint-Elisabethsvloed. Klopt? Ja, nou, niet alleen maar over lang geleden, ook over nu. Oh, oké. Maar wel over de problematiek die daaruit ontstaan is. Dus ja. De problemen die we toen zijn tegengekomen. Ja, want ik had inderdaad gelezen dat jij kinderen bijbrengt van... God, wat doe je nou als het nou nog een keer gebeurt dat alle dijken breken... Ja, en alles overstroomt? Ja. Wat doe je? Klopt. Zal ik iets kort over de Sint-Elisabethsvloed vertellen? Is dat handig? Ja. Die is nu 600 jaar en... 10 dagen of zo, geloof ik, iets in die richting geleden. Dat is het moment dat heel de wereld voor deze regio in ieder geval heel anders werd. Toen is het eiland van Dordrecht ontstaan. En toen met alle dijken zijn doorgebroken en het eiland van Dordrecht ontstaan. De Biesbos is ontstaan als natuurgebied. En dus heel de omgeving hier veranderde echt heel drastisch. Je kon in één keer vanaf de Spuitboulevard had je water tot aan Moerdijk. Dus er was in één keer heel veel water om Dordrecht heen. En dat heeft heel veel betekend voor de mensen die hier woonden, logisch. Want die moesten in één keer allemaal uit hun dorpen vluchten. Ja. Gelukkig niet zo heel veel mensen bij overleden waarschijnlijk. Maar er zijn wel, heeft wel heel veel invloed gehad. En dat is toen een paar keer achter elkaar gebeurd. Omdat het dijkonderhoud heel slecht was. En wat we nu aan het doen zijn geweest de afgelopen paar weken... is met middelbare scholieren en af en toe een basisschoolklas erbij... hebben we kinderen laten nadenken over... we zijn nu huizen aan het bouwen op 4, 5, 6 meter onder NAP. Ja. Als je iemand een huis bouwt op de rand van de vulkaan, dan zegt iedereen, je bent niet goed. Maar als je hem onder zee bouwt, dat vinden we hier heel normaal. Ja. Maar ga nou eens nadenken, als je zo'n huis zou bouwen, van hoe zou dat dan anders kunnen dat je daar rekening mee houdt? Dus wat kan je nou doen om je voor te bereiden op een grote vloed weer als die voorbij komt? Misschien moet je huis wel op palen staan of moet die een soort periscoop hebben dat het water altijd weer naar dat je kan blijven ademen als er water omheen staat. Dat soort dingen. Maar hoe breng je die kinderen dat dan bij? Want ja, ik kan bedenken, die kinderen die denken gewoon... joh, er komt water, ik ga er spring erin, ik ga lekker zwemmen. Mm-hmm. En dat is het, weet je wel. We kijken het maar. Ja, nou, dat is ook heel goed trouwens. Hè? Want dat is ook waarom we het graag met kinderen... waarom wij het heel leuk vinden om met kinderen te werken. Omdat die veel meer een soort van... nou, een wat luchtige kijk hebben vaak op dit soort dingen. Dus dan niet heel gelijk in regelgeving en moeilijk gaan denken. En wat we vooral met ze gedaan hebben... er is een hele mooie expositie, die staat hiernaast in de hal... over de Sint-Elisabethsvloed onder andere... en over hoe je als burger van Dordrecht kan voorbereiden op een mogelijke overstroming. In de Dordyard, even voor de kijker. Ja, dus die staat hier in de Biesboswerf, in de hal staat die. En wat we doen is, een klas komt binnen en gaan ze daar rondkijken... met een aantal vraagbladen. Dus zij moeten wat informatie uit de tentoonstelling halen... en achterhalen waarom bepaalde dingen gebeurd zijn. Ja. Om toen een beetje na te laten denken over wat het thema is... Ja. Want ook al wonen we allemaal hier in een polder... het gros van de mensen denkt er eigenlijk nooit over na. Nee. En vervolgens gaan we met ze kijken bij de IABR. Dat is de tentoonstelling die helemaal achter in de Biesboshal staat. Ja. En dat is een stukje van de internationale architectuurbiennale... waarbij architecten hebben nagedacht... als je de staart, dus waar we nu zitten... als je die nou helemaal klaar zou maken voor de toekomst... en als je hier zou gaan bouwen, want dit is een wijk die hoog ligt... dus die veilig is, die ligt op dijkniveau. Ja. Als je hier gaat bouwen, hoe zou je daar dan rekening mee moeten houden? Dat de mensen misschien moeten schuilen... en misschien moet je sommige huizen wel op palen zetten... omdat die net wat lager zijn. Ja. Dus die hebben daarover nagedacht al. Maar eigenlijk, als de overstroming nog een keer zou voordoen... Mm-hmm. zijn we eigenlijk alleen maar veilig op de staart. Ja. Oh, ja, de grofweg wel. Ja, ja, het is niet. Er zijn nog een paar andere plekken. Je kan op school, daar kan je vaak schuilen. En dat soort plekken. Maar dan moet je wel een week lang overleven. Oké. Okay. Dus. En je brengt die kinderen op een speelse wijze mee van goh. Ja, maar dat is het eerste stukje inderdaad. Want dan hebben ze een beetje de mindset van dat ze snappen waar het over gaat. Maar hoe doe je dat dan? Hoe leg je die kinderen uit? Kijk, dit. Mm-hmm.
Nou, het zijn vaak kleine dingen. We hebben bijvoorbeeld in de tentoonstelling kan je, dat is niet specifiek aan de tentoonstelling, dat kan iedereen thuis ook gewoon nu doen. Je hebt een website die heeft overstroomik.nl. Ja. Daar kan je je postcode invullen en daar kan je zien hoe diep jouw huis ligt. Dus hoe laag onder zee. Weet je dat van jezelf? Nee. Oké, nou, zo meteen even doen. Ga ik zeker doen. Dan weet je zo meteen van, bijvoorbeeld je woont in Papendrecht, dan woon je waarschijnlijk een meter of 4-5 onder NAP. Ja. Dat betekent dat als de dijken door zouden breken, dat de periode dat je gered moet gaan worden, dat gaat een hele poos duren. Je kan niet meer weg, omdat de snelwegen zijn overbelast, dus je kan je huis niet uit. Maar de hulpdiensten kunnen je ook niet helpen op het moment dat het overstroomd is. Ja. Dus waarschijnlijk moet je dan een week tot 2 weken in je eigen huis overleven. Zonder elektriciteit, zonder water, zonder riool. En over het algemeen met het weer wat het nu is, maar dan met storm erbij. Dus het vriest net aan, net niet. En het stormt heel hard. Dan moet je overleven. Nou, dus dat is niet heel leuk. Nee. Dan kan je beter naar de staart toe komen, als het er dan een beetje klaar voor is. Om hier te wachten, want hier kan het leger bijvoorbeeld makkelijker komen om mensen te redden. Dus dat is een van de dingen waar je over nagedacht wordt. Maar toevallig woon ik zelf in Papendrecht. Mm-hmm. Maar stel overstroming komt, dan staat allemaal al zo hoog dat ik eigenlijk gewoon echt niet meer weg kan. Ja. Hoe kom ik dan ooit bij de staart? Nee, dat gaat, dan ben je te laat. Dan ben ik te laat? Ja. Ja, dan moet je overleven in je eigen huis. Ja, nee, dan kunnen we je niet meer helpen. Oké, dat is altijd fijn te weten. Dat is fijn te weten. Nee, je hebt, maar daar zijn allemaal evacuatieplannen voor. Dus op dat moment dan hoor je op tijd dat je moet evacueren of dat je moet voorbereiden. Oké, en als nou die overstroming opnieuw komt, hoe laten mensen dan weten dat zij nog in dat huis zitten? Want ja, je kan natuurlijk verstellen, de ene kan vluchten naar een huis, en de ander die blijft natuurlijk in zijn huis zitten. Van, en nu? Ja, dus dan moet je bijvoorbeeld een vlag uit je raam steken, dus een oud laken als een witte vlag gebruiken om te laten zien, ik ben hier, of nou, weet je, dat soort dingen. Je moet dan echt denken een beetje aan de beelden van de watersnoodramp. Ja. En ga er ook vanuit dat de mensen, de meeste overlijdingen, die komen niet door het water, maar door de kou. Ja. Dus omdat je, nou, het gewoon te koud is in je huis. Of omdat je geen eten meer hebt of geen drinken. Want er is heel veel water, maar dat kan je allemaal niet drinken. Nee, logisch. Dus het zit natuurlijk ook allemaal tegen die muren aan. Dus het is natuurlijk ontzettend koud. Precies. Dus we geven die kinderen eerst dit mee. Dit is een beetje de basisset aan gegevens waar je vanuit moet gaan. En vervolgens gaan ze in deze ruimte aan de tafels werken. Ja. En krijgen ze allemaal een kavel. Een kavel is een stuk bouwgrond. Van Stormstad. Stormstad is een fictieve stad waar we aan werken met alle leerlingen samen. En ieder kavel heeft zijn eigen bouwopdracht. Dus op de ene kavel komen 2 mensen met een hondje te wonen. Ja. Op een andere een gezin. Ergens anders weer iemand die slechte been is. Ja. En ieder kavel heeft ook zijn eigen bouwbeperkingen. Dus op de ene locatie mag je maximaal 3 meter hoog bouwen. Op de andere locatie mag je tot 10 meter bouwen. En moet je misschien op palen bouwen omdat de weg eronder doorloopt. Dus zo heb je allemaal uitdagingen die specifiek zijn naar waar jij gaat bouwen. En daarmee gaan ze dan aan de slag. Dus dan gaan ze letterlijk met stukken piepschuim en miniatuurfiguurtjes en gaan ze een maquette maken. Ze gaan eigenlijk, wat er kan gebeuren, gaan ze met miniatuur gaan ze nadoen? Nee, ze gaan zelf een huis bedenken of een wijk bedenken waar je daar op een goede manier mee om kan gaan. Oh. Dus het gaat er niet zozeer om van hoe ga je je nou redden dadelijk. Ja. Maar meer stel, je hebt de toekomst. Nou, dat is voor de meeste kinderen zo. Ja. Dan kan je eigenlijk dus zelf gaan nadenken over hoe wil ik dat die stad eruit zou zien. En wat zou nou slim zijn? En wil ik dan bijvoorbeeld 2 huizen, eentje op palen en eentje die laag staat, met een rodelbaan ertussen, en zodat ik altijd naar het hoge huis toe kan als het nodig is? Ja. Wil ik een auto hebben? En zo ja, zet ik hem dan in een ommuurde stuk, zodat hij iedere keer als het hoog water wordt, dat hij veilig staat? Of zet ik hem hoog? Ja. Dat soort dingen, daar denken ze over na. Maar je zegt zelf van, goh, weet je, het is natuurlijk de toekomst. Kinderen die willen natuurlijk later een huis, die gaan ze bouwen. Maar waarom heb je op dit moment voor de doelgroep kinderen gekozen? Want in principe, je hebt natuurlijk ook de doelgroep jongeren, de doelgroep ouderen. Ja. Waarom is het belangrijk dat die kinderen juist weten wat ze kunnen doen? Want stel, het gebeurt nu, wat kunnen die kinderen dan betekenen? Daar hebben we een ander project voor gedraaid, dat heet de Redders van Dordt. En dat gaat over kinderen die zorgen dat de waterveiligheid gegarandeerd is. Ja? Dat is een heel ander verhaal, dat is wel een wat langer verhaal. Oh. Dat gaat over leerlingen die we afgelopen jaar getraind hebben vanuit groep 6. Ja? Om dadelijk weer mensen te kunnen helpen als op het moment dat het overstroomt, weten zij hoe ze vlotten moeten bouwen, zij weten hoe je noodpakketten moet samenstellen, ze kennen alle protocollen. Wow. Dus dat is een heel ander ding. Maar... Oh, dat is wel heel tof. Ja. Dat die kinderen gewoon, die gaan gewoon ouderen redden. Als het goed is wel, ja.
Super tof. Ja. En je kan ook, jij kan zelf ook al mensen redden. Dat is ook het leuke. Want als jij zorgt dat je zelf een noodpakket op zolder hebt en de buren dat hebben, dan heb je waarschijnlijk al 10 mensen gered. Echt? Ja. Oké, okay, eigenlijk moet iedereen gewoon een noodpakket op zolder hebben. En, iedereen die in zijn eigen huis moet overleven bij een overstroming. Dus daarvoor moet je kijken hoe laag of hoe hoog het is. Maar als je daar moet overleven, dan heb je dat nodig. En dan moet je een week of twee kunnen overleven zonder hulp van buitenaf. Maar hoe hoog of laag is zo'n huis dan voordat het echt de kans heeft om te overstromen? Bijvoorbeeld, ik woon op de dijk. Ja. Dat betekent dat als er een overstroming is, dan loopt het misschien eventjes bij mij op de begaande grond, staat er wat water. Maar daarna loopt het allemaal de polder in, dus het is bij mij weer weg. Ja. En ik kan daarna over de dijk gewoon verplaatsen naar andere plekken toe. Dus ik zit een soort van prettig op dat moment. Ja. Behalve als de dijk precies onder mijn huis doorbreekt, want dan is mijn hele huis verdwenen. Maar als je in de polder woont, dan loopt het water de polder in en dan staat het vol. En dan kan je zeker een week dat het gaat duren voordat de hulpdiensten beschikbaar genoeg zijn om iedereen weg te gaan halen. Omdat er dan in één keer, stel Dordrecht loopt onder, dan staan er in één keer 80.000 mensen die zitten op hun zolder vast. Ja. Ja, die moeten allemaal gered worden. Ja. Maar dat is niet alleen hier een probleem, maar dat is waarschijnlijk op andere plekken ook een probleem. Ja. En de hulpdiensten die er zijn, die mogen ook eerst hun eigen familie gaan redden bijvoorbeeld. Ja. Dus dat duurt een tijd voordat dat rond is. Dus dan moet je echt zelfredzaam zijn. Ja, wauw. Ik ben wel steeds wel een beetje onderdeel dat er gewoon kinderen zijn die mensen gaan redden. Ja, de redders van Dordt, daar kan je ze terugvinden. Ja, redders van Dordt. Ja. Er is net een film van gemaakt, dus dat is leuk. Oh, er is ook echt een film van gemaakt? Ja. En waar kan ik die film terugvinden? Op de website ook van de redders, dus reddersvandordt.nl. Super tof. Ja. En nou ja, goed. Komen er nog meer projecten rondom dit? Of is het hierna, naar de Stormstad, de Redders van Dordt, nou, ik vind, klaar? Wat jij zegt, wel een heel leuk idee om te kijken of we Stormstad ook nog met volwassenen kunnen gaan doen. Ja. Meer om te kijken of je dat met beleidsmakers of zo kan gaan doen. En dat die eens gaan nadenken wat zij eraan doen. Maar het grote probleem is nu dat in heel veel steden wordt er dus nog steeds in de polder gebouwd. Ja. En de diepste polder, daar komen geloof ik binnenkort weer 10.000 huizen bij. Ja, dat is eigenlijk heel erg raar. Ja. Dat je niet een beetje nadenkt, zoals hier in Dordrecht al nagedacht wordt, van we gebruiken de Staart als gebiedsontwikkeling, want dat is een hooggelegen gebied. Ja. Ja, dat zou slim zijn als we er hier in Nederland over na gaan denken. Maar de Staart wordt gebruikt als gebiedsontwikkeling. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zijn ze nu juist in Sterrenburg heel veel huizen erbij aan het bouwen. Terwijl je net zegt dat het eigenlijk helemaal geen veilig gebied is. Dat is niet zo slim dan waarschijnlijk. Nee. En ik weet wel dat ze in Dordrecht nu nadenken over ook vluchtroutes vanuit zolders. Dus dat dat meegaat in de bouwplannen. Dus dat soort faciliteiten wel worden aangebracht in huizen. Maar er komt dus waarschijnlijk ook nog een soort van stormstad voor ouderen. En hoe wil je dat dan vorm gaan geven? Nou, dat lijkt me heel erg leuk, als we dat zouden kunnen doen. Maar dat is nog niet zeker. Ik denk dat heel goed zou zijn als je daar op zo'n manier zelf over na kan denken. Maar ik denk dat dat meer voor een beetje de mensen is die de regels bedenken. Dan dat het, of je moet dat gewoon leuk vinden om te knutselen. Dat kan natuurlijk ook. Oké, dus dan gaat het wel echt op de doelgroep 30 tot 50? Bijvoorbeeld, ja. Oké. Ja. En voor de rest heb je naast de Stormstad met kinderen en de redders van Dordt, wil je eigenlijk niks of heb je nog plannen? Op het moment hebben we daar nog niks voor, nee. Oké. Dus het is echt gewoon redders van Dordt, Stormstad en dan eventueel hoop je nog voor in de toekomst voor ouderen. Ja. Dus dat zou heel leuk zijn. Maar als je daar openingen voor weet, dan mag je dat altijd zeggen. Openingen? Ja, als je zegt, je moet dat voor die doelgroep doen, die hebben dat nodig. ja, dat geloof ik. Ja. Super tof. Tof. Ik kan er even een maquette bij pakken als je dat leuk vindt, want ze staan hier gewoon. Ja, graag. Mag dat? Yes, hou maar vast. Vast is misschien een beetje trillend. Ik zal weer. Oké. Ik heb geen idee, waar is een... is dat een camera? Dat is de camera. Okay. Dus dat kun je me laten zien. Nou, wat je nu ziet in ieder geval, dit hebben, ik weet niet welke leerlingen dit gemaakt hebben leerlingen gemaakt. Ja. We geven dus zo'n stukje plaatmateriaal. Dit is toevallig een vierkant stuk, maar er zijn allemaal soorten en vormen van. Ja. En ze krijgen een soort piepschuim blokken om mee te werken. Oh ja, zoals deze. Ja, klopt. Ja, maar ook die basisblokken, dus die vierkante blokken, dat is ook daarvan. Ja. En deze leerlingen die hebben ervoor gekozen om een huis te maken wat uit meerdere verdiepingen bestaat. Dus je hebt een soort van rampopgang. Dus ik denk dat dit een opdracht was waarbij iemand slechte been is. Ja. Met allemaal bruggetjes ertussen. Maar hier is bijvoorbeeld een trap. Als iemand slechte been is, dan wil je eigenlijk niet graag een trap hebben. Ja, dus in dit huis heb je eigenlijk twee opties. Oké. Dus je hebt inderdaad of met de trap kan je naar boven, of je kan met de andere manier naar boven.
En ze hebben gras aangebracht. Dus dat betekent ook weer dat dat helpt bij water dat weg laten zakken. Waarom helpt gras bij water? Het fijne is als je gras hebt in plaats van tegels. Bij tegels blijft het water erop staan en moet het door die voegjes wegkomen. Maar dat gaat heel langzaam. Ja. Als je gras hebt, en dan is het wel afhankelijk van je ondergrond, maar als het op zand is bijvoorbeeld, dan zakt het water daar vrij snel weer door weg. Ja. Dus dan blijft het minder lang hoog staan. Dus dat, dat is fijn daarvoor. En ze hebben dan op verschillende niveaus hebben ze deuren en hier een soort van dakkapel zo te zien. Dus op zo'n manier wordt daar over nagedacht. Oké, dus dit is voor iemand die waarschijnlijk slechte been is. Mm-hmm. En tot waar zou ongeveer dan het water kunnen komen? En... Bij Stormstad hebben we gezegd tot een meter of 3. En dat betekent eigenlijk grofweg waar deze mevrouw staat. Oké, dus eigenlijk alleen waar die mevrouw staat zou het onderlopen. En daarna is die eigenlijk die mevrouw met de rolstoel of die slechte been is eigenlijk gewoon veilig. Ja. Maar heeft die persoon hier ook een pakket ergens nog in verstopt waar die persoon met die rolstoel bij kan? Hoe bedoel je? Een noodpakket? Ja! Oh nee, daar laten we ze nu niet over nadenken. Ze hebben maar heel korte tijd om wat te maken. Hoeveel minuten hebben ze? Het duurt in totaal 2 uur. Dus ze hebben 2 uur de tijd om alles te leren en om een model te bouwen. Oké, nou super tof. Je ziet hier bijvoorbeeld ook nog, het is ook wel leuk, een inpandige garage met dichte deuren. Nou, daar zullen ze bij gezegd hebben, die deuren zijn waterdicht. Ja. Dus daar kan je dan je garage, daar kan je auto plaatsen. Ja. Dan kan je hem kwijt. En een heel inclusief zebrapad hebben we erbij. Super gaaf. Ja. Nou, ik hoorde de jingle net al. Dus dat betekent dat... Ik snap er helemaal niks meer van. Oké, nou goed. Ik hoorde de jingle net al. Dus dat betekent dat we moeten gaan afronden. Helemaal dankjewel goed. Dat je hier wou zijn, Wouter. Ja, en ook nogmaals bedankt naar alle gasten. Ik vond alle onderwerpen vandaag heel erg leuk. Dus ik hoop u thuis ook. Dit is Via Cultura Weekend Magazine. En vergeet onze tekenactie niet, jongens. Die is te vinden op onze Facebook, onze Via Cultura 078.nl. Op onze Instagram, Via Cultura 078. En stuur hem dan op naar 84401@gr.nl of Spuivenboulevard 220. En dan zien we graag al deze tekeningen tegemoet voor op onze mooie muur.